Ja, Bas Bijmer, ik dacht de eerste 10 minuten, dit gaat een goede middag worden, maar... Ja, we begonnen heel erg goed. Ik denk dat wij ook dat gevoel hadden in het veld. En dan ligt hij aan de andere kant in het netje en dan zijn de verhoudingen gelijk omgedraaid. Is het dan echt iets mentaals? Iets mentaal? Nee, mentaal was het niet. Want daarna proberen we wel weer in de wedstrijd te komen. Maar we hadden gewoon niet de macht eigenlijk om daarna gewoon wat te creëren. Hoe kon het toch dat jullie dan de eerste minuten zo verfrissend voetbal spelen en daarna echt totaal wegzakt? Ja, Stedoco heeft natuurlijk weinig doelpunten voor, ook weinig doelpunten tegen. Dus als zij dan 0-1 bij Lisse voorkomen, dan speel ze natuurlijk gewoon in de kaart. En dan kunnen zij lekker terugzakken en verdedigen. En dan moeten wij het spel maken en hebben we er gewoon heel veel moeite mee. Dus je zegt eigenlijk, de 0-1 was gewoon jullie doodstik? Eigenlijk wel, ja. Ja. Want hoe probeer je dan nog de tweede helft in te gaan? Ja, we zetten alles op alles. We gingen met 4 spitsen spelen. Maar dan valt hij eigenlijk na 8 minuten alweer aan de andere kant in het netje. Dus dan zakten we even de moed in de schoenen, ja. Ik kan eigenlijk zeggen, telkens als jullie iets probeerden, maakten hun er goed gebruik van. Ja, zo kan je het wel stellen, ja. Dat is dodelijk effectief, Sudoku. Want hoe willen jullie nu verder het tweede seizoen zelfs ingaan? Ja, weet je, op zich zijn de kansen nog niet verkeken voor die tweede periode. Het zou nog steeds kunnen, theoretisch gezien. Dus daar gaan we maar gewoon voor. En toch gewoon de aansluiting houden met die subtop. Dat is eigenlijk het enige doel. Even over jou, je stond er weer in, was lekker. Sorry? Je stond er weer in, was het lekker voor je gevoel? Ja, zeker. De eerste 10 minuten dus wel. En daarna was het wat minder. Maar je wil natuurlijk altijd spelen. En voor de laatste wedstrijd ook tegen Dovo. Dus het is wel lekker om weer die minuten te maken. Want je concurrentie voor volgend seizoen is er flink bij met Jaap Zetsloot en Tom Duinan die overkomen volgend seizoen. Weet je al wat je zelf gaat doen? Nee, dat is nog onduidelijk. Er wordt ook de komende 2 weken wordt dat eigenlijk duidelijk. Ja, wel zo snel? Ja, zo snel wel. Ja, dat is ook voor mezelf lekker om die duidelijkheid te hebben. En dan kunnen we ons nog verder richten op dit seizoen. Waar ligt het eventueel aan? Toch ook een maatschappelijke situatie. Wil ik in Amsterdam gaan voetballen of hier in de streek blijven of natuurlijk bij Lisse. Daar hangt het eigenlijk vanaf. Ja, het is dus puur met werk te maken of niet? Nou, werk en wat zich nog voordoet de komende 2 weken. Kijk, er is natuurlijk contact en daar moet je natuurlijk een goed gevoel bij krijgen. Dus dat heeft nog even een paar weken nodig. En moet ik dan denken aan je oude club Zwift? Dat is ook een mogelijkheid. Ja, die ligt diep in mijn hart. Dat is inderdaad een mogelijkheid, ja. Dank. Alsjeblieft. Hey, succes.